Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. In deze video gaan we eens kijken naar tweelingvlammen en vooral specifiek gericht tweelingvlammen die ook nog te maken hebben met een karmische energie. Wat wil dat zeggen? Ik zeg dus niet ik zeg dus eigenlijk bewust ook niet een karmische partner of wat dan ook. Dat kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw tweelingvlam nog steeds in een relatie is of zelfs nog getrouwd is. Dat kan perfect zijn. Maar het kan ook gaan om een bepaald gedrag, werk, ouders, kinderen, wat dan ook, waar dat ze eigenlijk nog de lessen leren die eigenlijk volledig losstaan van jij en jou, de connectie. Dus we gaan kijken, want dat zijn natuurlijk ook de meest uitdagende stukken. Waarin dat we zien dat ze zichzelf saboteren, zichzelf tegenhouden, of wat dan ook. Terwijl ik hier nog eventjes aan het schudden ben, zou ik ook willen vragen om te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben, zodanig dat jij meehelpt met het nog meer bereiken van meer mensen, zodanig dat we nog meer mensen de boodschappen kunnen vinden en een weg vooruit kunnen vinden. En zo weet ik ook natuurlijk dat jij dit kanaal aan de video's die ik maak, de contact die ik maak, dat je die leuk vindt. Waarvoor dank alvast. Zo, wat zijn de boodschappen, de kaarten? Dus we gaan eerst kijken naar de connectie. Dat zijn hele grote kaarten, dus het is niet altijd zo evident om die heel elegant te schudden. Oké, deze zijn het. En dan gaan we eerst eens kijken wat er aan de onderkant ligt. De onderkant is de Master of Orbs en de Nine of Orbs. De Nine of Orbs kwam eigenlijk ook naar voren bij de video die je gisteren gepost hebt. Dus voor tweelingvlammen die in scheiding zijn, maar die wel al communicatie hebben. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde thema. Maar met dat verschil dat deze kaart een andere positie had en dus voor jullie het iets anders ligt. In die zin. Dat belangrijk is dat jij leert meester te worden over je eigen gedachten. En dus dat je niet constant negatief gaat gaan zitten denken over jullie situatie. Omdat je niet ziet hoe dat jullie ooit zullen samenkomen. Omdat je niet ziet of niet, onmiddellijk ziet, dingen ziet in 3D, wat dat bleek dat hij of zij voor jou gaat gaan kiezen. Of omdat ze iets gezegd hebben. Zoals ik haat jou en ik wil jou ook nooit meer zien. Guess what? Dat is iets wat ik zelf ook gehoord heb. En ondertussen zijn we in union. Dus ik wil maar zeggen, het belangrijkste wat je nu te doen hebt voor jouw stuk. En eigenlijk is het alleen maar altijd jouw stuk dat je te doen hebt. Dat is het eerste. Maar dat is eigenlijk meester worden over jouw gedachten. Vanuit, daarom is deze hier ook blauw, vanuit het spreken van je waarheid. Hè. Je kan werken met de blauwe vlam als je dat wilt, wenst. Dan vanuit daaruit jouw waarheid te delen, helderheid creëren voor jezelf. Los van wat de andere gaat gaan beslissen, los van wat de andere gaat doen. Dat is wat jij nu op dit moment te doen hebt. Want je ziet, dan ga je uiteindelijk kunnen wegstappen van alle ballast en ga je uiteindelijk die Ten of Cups. Dat is eigenlijk de volledige vervulling, compleet geluk op elk vlak in jouw leven. En wat hebben we hier? De Tower en de Six of Orbs, maar die lag omgekeerd. En dan zie ik hier, zie je weer hetzelfde. Er zijn dus geen emoties, het zijn eigenlijk constant orbs. Orbs hier in dit tekst hebben te maken met het mentale. En dat is hetgeen die voor jou nu op dit moment het belangrijkste is. Daarom het gevoel dat heel je leven in elkaar stort, dat niks werkt, dat er niks verschuift in je connectie of wat dan maar ook. Waarom? Omdat je niet luistert, dus je luistert naar je gedachten, naar de negatieve gedachten, piekergedachten, angsten. Maar je luistert niet naar jouw hogere zelf, want dat is hier eigenlijk de dolfijn. Ik ga hem eventjes draaien. De dolfijn hier in dit dek staat ook centraal of symbool voor je hogere zelf, voor je ziel. En hier zie je ook de Metatron's Cube. En ook dat heeft dus te maken met stappen weg van het altijd maar waarheid en veel energie geven aan de 3D, dus aan de realiteit. Want er is zoveel meer om jou heen dat je nu niet ziet, omdat je alleen maar kijkt naar die zes ballen, als het ware. Dus dat is het eerste wat in deze boodschap moet meegegeven worden. En dat, als je dat doet, gaat dat jou uiteindelijk succes brengen. Gaat dat succes op alle vlakken brengen. Waar je nu het gevoel hebt dat er niets goed gaat in je leven, waar dat alles anders loopt dan dat je denkt dat het moet lopen. En zie, je denkt.
Dus jouw eerste taak, je eerste opdracht is loskomen van je denken. En in je hart gaan zakken, verbinden met je ziel, werk met de vlammen, whatever dan ook dat is voor jou dat werkt. En zorg dat je uit je hoofd en in je leven in jouw hart gaat gaan stappen. Dan gaan we 8 kaarten van het Quantum Tarot deck leggen. Dus ik ga ze eerst allemaal leggen en dan gaan we daar extra. Oeh, ja, dat was heel duidelijk. wacht, draaien. En dan hebben we hier nog eens de Tower. Moest het nog niet duidelijk zijn, dan laten we ze het nog even zien. De Eight of Pentacles. Even zien of ik het kan zien. Wacht, naar beneden, Lindsay. Voilà, dan weer het kunnen zien. Deze. En, ja. En dan nog twee. En dat zijn de twee. Oh, het zijn er drie. Wacht, dan moet ik eventjes eerst deze. Die hoort hierbij, dus die ga ik zo leggen. En dan deze is de. Oké. Ik was aan het vragen of ik deze zo moest leggen of omgekeerd, maar je mag blijven liggen. En dan hebben we hier aan de onderkant de Nine of Wands en de Sterkaart. Wat dat wil zeggen? Dat belangrijk is dat je dus alle obstakels, alle towermomenten, alle lastige momenten die je nu ervaart, die zijn er zodanig dat je eigenlijk zou opgeven aan al die obstakels. Dat je eigenlijk al uit je slachtofferschap als het ware zou gaan stappen, uit jou het machteloos voelen zou stappen, zodanig dat je leert dat je eigenlijk een sterrenziel bent. Eigenlijk een ziel afkomstig van een ander universum, een ander planeet, een andere energie. Je bent geen mens. Je bent hier geïncarneerd als mens, maar je bent een energie. En dat is hetgeen wat je nu ook gevraagd wordt. Stap in wie dat je werkelijk bent. Kom los van alle beperkingen en obstakels die je nu ervaart in je leven. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer succes dat je gaat creëren en zien ook in je fysieke wereld. Maar dus dan wordt het van jou gevraagd om inderdaad de towermomenten, de problemen, de obstakels die er zijn, die er nu zijn, als wil ik zeggen, om die als een geschenk te zien, want ze brengen je dichter bij jouw ware ster, bij jouw echte licht. En dan gaan we zien wat jouw taak is. En ik voel dat hier nou voornamelijk gaat over de vrouwelijke energie waar ik tegen spreek en die naar kijkt. En dus wat wordt er gevraagd van jouw vrouwelijke energie, DF, om echt in die Queen of Pentacles te gaan stappen. Om echt, oeh, dan ligt hier aan de kant. Om echt in jouw onafhankelijkheid te stappen. Om echt jouw moedige, overvloedige zelf te gaan verder vormgeven en vooral verder gaan neerzetten hier. En dat vraagt natuurlijk van jou, want kijk, we hebben hier zwaarden. Die zwaarden zijn eigenlijk hetzelfde als die bollen op daar gehad. En dus hebben we weer te maken met de mentale. En dat, daar zit nu jouw kracht. Daar zit nu hetgene wat jij te doen hebt. Daar zit hetgene wat jij nu mag gaan aankijken. Waar je mag meer over leren. Waar je meer. Want dat is ook weer die master dat we gezien hebben, dat je echt die meester daarvan mag gaan worden. Want dat gaat ervoor zorgen dat je kan wegstappen uit het gevoel dat je hebt dat je leven constant in elkaar valt, dat er niks bleek te werken. Maar waarom bleek niks te werken? Omdat je eigenlijk nog niet op het pad zit dat je moet doen. Omdat je eigenlijk de lessen rond het mentale, rond wat je denkt, hoe dat je denkt, die zijn eigenlijk nog niet geleerd. En daarom blijven ze constant maar in een cyclus, constant maar terugkomen. Dus en hoe meer dat jij die Queen of Pentacles wordt en jouw eigen leven vorm heeft zoals dat jij het voelt, los van wat jouw tweelingvlam of jouw zielspartner eigenlijk nu aan het doen is, want dat is niet jouw stuk, dat is geen zijn of haar stuk, dan hoe meer dat je gaat zien dat je controle gaat gaan krijgen over het leven. En dat is hetgeen dat hier ook getoond wordt. Maar dus, het is belangrijk voor jou om vanuit jouw eigen soevereiniteit, vanuit het feit dat je eigenlijk niemand nodig hebt om een overvloedig, zelfstandig leven vorm te geven, en jezelf echt
de kans te geven om eigenlijk weer opnieuw te leren wat dat dan betekent om die persoon te zijn. Wat is er van jou nodig en welke keuzes moet je maken om uiteindelijk weg te stappen van die touwmoment of van die problemen om meer vruchten te ervaren, om meer balans te ervaren, om meer zegeningen te ervaren, om los te komen en los volledig te breken uit het systeem en om volledig in die empress te gaan stappen. Een empress die volledig symbool staat voor de vrouwelijke energie, dus de vrouwelijke energie, maar de geheelde versie ervan. Maar ook voor overvloed, hè, want dan is ze ook zwanger. Daarom is het ook verbonden met water. Hè. Hier het teken van Venus. Dus dat is echt allemaal die vrouwelijke energie. Maar dat ben je nog niet. Hè. We staan hier eigenlijk op de tower. We zijn hier in dat punt. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je de keuzes gaat gaan maken, hè, om weg te stappen uit de stilstand, uit de pauze waar je nu staat, doordat je het grotere plaatje niet ziet. Je zit enkel alleen maar gefocust op die mannelijke energie die daar zit, bij die karmische energieën. Of te doen wat jij ziet van dat dat eigenlijk niet voor zijn hoogste goed is. Wel, haal je focus op wat op weg. Vertrouw dat hij of zij perfect in staat is om de dingen te doen dat ze moeten doen. En focus op jezelf. Want zolang dat jij focust op hem, gaat er niets veranderen in jouw connectie. En ga je altijd het gevoel zetten van dat tower moment. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer dat je kiest voor jezelf, keuzes maakt voor jezelf, hoe meer dat je gaat gaan zien, dus dat je verantwoordelijkheid neemt voor je leven, en dat die eigenlijk ook weer balans gaat creëren. Dat je nieuwe vaardigheden gaat leren. Dat je een nieuwe manier van communicatie gaat gaan leren. Hè? Want gedachten, mentaal, heeft ook te maken met communicatie. Maar wat dat mij ook opvalt, is eigenlijk die paarse kleur die hier voortdurend terugkomt. En die paarse, die heeft te maken met de violette vlam en met transmutatie, met transformatie. En dat is hoe meer dat je verantwoordelijkheid gaat gaan nemen voor jouw eigen proces, voor jouw eigen pad, hoe meer dat je uiteindelijk gaat ontwikkelen en groeien in die Empress. En dat is uiteindelijk waar het echt in eerste instantie altijd over gaat bij tweelingvlammen. Het eigen proces. Het laten blenden, het laten afstemmen van je eigen mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Om van daaruit een nieuw leven te gaan creëren. En daarom horen die er samen, want dat staat symbool voor de tradities, de systemen en eigenlijk de cultuur en alles waarin je opgegroeid bent. Maar het is de bedoeling dat je ervan loskomt. En hoe meer dat je dat gaat leren om eerst in jezelf die balans te gaan creëren, want je ligt ondersteboven die kaarten, je kunt dat niet goed zien, maar je ligt ondersteboven. Hoe meer dat je gaat gaan rezen in de phoenix. Hier van boven is er een phoenix. Heel zachtjes duidelijk, zichtbaar. Maar hoe meer dat je dat gaat gaan doen, hoe meer je gaat groeien in die nieuwe phoenix, in die nieuwe versie van jezelf. En hoe meer dat jij dan uiteindelijk. Ik was eventjes aan het kijken, want er was iemand aan de voordeur, voor mijn huis aan het passeren. En hoe meer dat jij dat gaat gaan doen, hoe meer dat jij in die Knight of Swords gaat gaan groeien. Waarin dat je gaat in staat zijn om, als er nog obstakels komen, je gaat je één begrijpen wat er aan de hand is. Ga je vanuit de verbinding die je hebt met je hogere zelf en je ziel, ga je in staat zijn om op een goede manier te gaan communiceren. Ga je vooruit kunnen stappen. Hè? Ga je actie kunnen ondernemen, want je eigen mannelijke energie is geheeld. En wanneer je dat komt, dan kom je uiteindelijk in die Empress-energie. En wanneer jij dan volledig als vrouwelijke energie in de connectie geheeld bent en die eenheid in jezelf hebt gecreëerd, hoe meer eenheid je ook gaat zien gebeuren en komen in jouw connectie. Dat is hoe dat het werkt. En dat is de reden waarom dat jouw tweelingvlam nog lessen te leren heeft met iemand anders, met iets anders, door iets anders, werk, wat dan ook. Omdat jij ook nog een aantal lessen te leren hebt, zijnde deze. En dat is een hele belangrijke, zeker voor de vrouwelijke energie. Welke extra boodschap kunnen we nog geven voor mensen, tweelingvlammen en karmische energieën? Oepsa. Normaal gezien zou ik niet zoveel geven, maar ik voel dat hij nog kan. Ja, Great Big Love. The Oracle's Gift. Close Encounters. Kijk, zie je ook dat we hier weg moeten stappen uit die kooi, want dat is ook niet voor niets dat hij ondersteboven ligt. Bearing Fruit. En Waking the Lion. Wauw. Kijk. Het feit dat je hier naar deze video kijkt en dat deze kaart eruit komt, is een teken dat je een tweelingvlam bent en dat je inderdaad op het pad van een tweelingvlam liefde of een diepe zielsconnectie loopt. Maar wat je nog niet weet en nog niet volledig kent en begrijpt, is eigenlijk het mysterie van de alles er rond.
Omdat we niet gewoon zijn dat we die manier liefde en connecties en een relatie op die manier te laten ontvouwen. En dat zorgt ervoor dat je het gevoel hebt dat je vastzit. Omdat jouw tegenhanger, jouw wederhelft, nog altijd vastzit in zijn of haar karmische stukken. Heb jij het gevoel op dat keer dat jij ook vastzit? Maar dat is een illusie, want uiteindelijk staat de deur open. Kan die er perfect uit? Maar het is aan jou om te zien, kijk, dat is jij. Jij bent zit daar, jij bent vrij. Het is jouw mannelijke energie die nog veel vaster zit dan waar jij zit. Maar zolang dat jij daar zit te wachten, ga jouw mannelijke energie nooit de weg zien om weg te vliegen en om vrij te zijn. En dus net dat wegstappen, net blijven geloven in wat je voelt, diep in jezelf, gaat ervoor zorgen dat je niet alleen de vruchten gaat kunnen dragen van je innerlijke werk. En dat je die dingen gaat zien verschijnen. Want kijk, hier zit ook weer een vlinder. Dus dat ben je. Dan ga je vrij zijn en op de boom kunnen gaan zitten en overal vliegen waar je wilt. En ga je zien dat jouw tweelingvlam je ook gaat gaan volgen. Want net heel dat krachtig proces dat ik daarnet beschreven heb, dat zorgt ervoor dat de leeuw in de mannelijke energie ontwaakt wordt. Zie eens wat een mooie kaart. De leeuw, wat dat hier in deze kaart de mannelijke energie is, die keek naar jou. Die keek naar jouw licht om de weg vooruit te zien. De weg vooruit uit zijn kooi, uit zijn eigen gecreëerde kooi, omdat hij eigenlijk nog niet weet dat hij het zelf gecreëerd heeft. Weg van het systeem, weg uit de matrix, weg uit overtuiging, beperking, cultuur, whatever dat dan ook is, dat zij zich nog in vastvoelen. En weg in de richting van jouw licht. En de liefde dat ze voelen ten aanzien van jou. Want ja, ongeacht, ook al weten ze niet dat jullie tweelingvlammen zijn, begrijpen ze totaal het concept niet van tweelingvlammen, dan nog weten ze dat er iets speciaals is aan de connectie dat jullie delen. Ze weten dat, ze weten dat. En meer gaan ze ook haar erin. En dan zien we hier ook welke vlam dat er eigenlijk weer behulpzaam is. En dat is ook niet zo abnormaal dat deze naar boven komt. Aartsengel Gabriel is verbonden met waarheid spreken, met boodschappen overbrengen. En wat hebben we hier al constant voortdurend gehad? Dat het leren spreken, leren begrijpen en leren meester worden van jouw mentale, van jouw gedachten, van wat je spreekt, waar dat je gelooft, is eigenlijk jouw sleutel weer vooruit. Dus werk samen met de blauwe vlam. En al dan niet hoe dat je het voelt, kun je die in combinatie gebruiken met de zilveren vlam. Want die is verbonden met de vrouwelijke energie. Dus ik kan met de blauwe vlam, de zilveren vlam of een combinatie van beide werken. Dat is perfect mogelijk. Voilà, ik ben eventjes aan het kijken en het luisteren vooral. Oké. Gaan we nog aanvullende boodschappen over van mijn eigen deck. Mannelijke en vrouwelijke energie omarmd. En dat zijn kaarten die helft vrouwelijke energie en helft mannelijke energie in zich dragen. En dus een boodschap hebben die daarop mee verbonden is. Oké, genoeg. En wat hebben we? Doe wat goed voelt, dat is dus vrouwelijke energie, en laat alles vrij ontstaan, opnieuw vrouwelijke energie. Dus het is belangrijk om enkel die dingen te doen die goed voelen voor jou op dit moment. En dat is heel logisch dat dat dan met 3, 4, 5 maanden, 6 jaar, 10 jaar, 100 jaar als het ware weer gaat veranderen, want we blijven niet dezelfde persoon. En laat alles vrij ontstaan. Zet er geen, alsjeblieft, geen labels op. Plak er geen verwachtingen op. Want het enige wat hij doet, is ervoor zorgen dat je tweelingvlam nog verder weg gaat gaan lopen. Of je zielsconnectie, of die partner waarvoor je naar kijkt, gaat weglopen. Dus laat het vrij ontstaan. En als je niet goed weet hoe dat aan gaat, en als je niet goed ziet waar dat jouw eigen schaduwen zijn, waar je nog werk te doen hebt, alsjeblieft laat je dan ondersteunen via mij of een van mijn collega's, dat maakt mij niet uit, maar laat je ondersteunen, want dat ben je waard. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen in eenheid komen en samenkomen met hun perfecte wederhelft, zodanig dat we eigenlijk de energie hier op aarde omhoog tellen. Zodanig dat uiteindelijk elke ziel in staat is om die onvoorwaardelijke liefde te ervaren en elk overvloed in zijn leven te krijgen en te ontvangen. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie wat inzichten hebben mogen ontvangen. Vergeet niet te liken en subscriben, zoals ze mooi in het Engels zeggen. Want op die manier weet ik dan welke video's het meest bekeken worden en waar dat meeste nood aan is op dit moment. Mocht je ondersteund willen worden door mij of mijn team,
Dan kan je via de linkjes hieronder aan de video kijken op welke manier dat we nu kunnen samenwerken. Wat dat er nu tot jou spreekt, wat je nodig hebt. Twijfel je of is iets niet duidelijk? Stuur mij gerust een mailtje en dan kijken we samen wat dat er mogelijk is voor jou op dit moment. Er zijn ook verschillende termijnbetalingen mogelijk. Dus voor iedereen probeer ik zo goed als zo mogelijk van dienst te zijn en tegemoet te komen. Ik kan natuurlijk niet alles gratis doen, dat is onmogelijk. Mensen spreken mensen als je problemen hebt of als je vragen hebt of wat dan ook. Stuur mij een mailtje, stel je vraag en dan kijken we samen wat dan mogelijk is en wat niet. Zo, dat was voor deze video. Ik spreek en hoor en zie je in de volgende en ik wens je alvast een hele fijne dag. Dag!